Bij ons de gast in de studio, Tobias van Elfke. Tobias, goedemorgen. Goedemorgen. Nee, Rob Jetten heeft de afgelopen 7 jaar is hier fractievoorzitter geweest. 2 keer lijsttrekker, gezicht van D66 in Nijmegen. En hij gaat nu naar de Tweede Kamer. Ik ben eerlijk gezegd, ik ben ontzettend blij voor hem. En we zijn ook blij dat we in Nijmegen iets toe kunnen voegen aan het Haagse, want het wordt hoog tijd. De nieuwe fractievoorzitter van D66 Nijmegen ben ik vanaf woensdag. Oké. Okay. En ontzettend veel zin in. Kijk, Rob heeft een ontzettend hecht team klaargezet. Dat het leuk vindt om met elkaar te werken. Ontzettend veel klaar heeft gekregen de afgelopen jaren. En ik stap in een warm bad. De gemeenteraadsverkiezingen zijn al over een jaar. Dat betekent natuurlijk ook dat ik mijn ambitie niet moet stellen dat ik de stad nog even ga veranderen in een jaar. Tegelijkertijd wel ook een jaar waarin aan de zichtbaarheid van de partij moet worden gewerkt. En daar draag ik graag een steentje bij. Ach, we hebben nog steeds de dorpensingel die ten noorden van Visveld zeg maar, naar Bemmel doorgetrokken moet worden. De raad wil het. De raden willen het. Alleen het college voert het niet uit. En de tweede is... We hebben gezegd van leg nou op al die corporatiedaken zonnepanelen. Ook daar hebben we meerderheid voor in de gemeenteraad geregeld, terwijl we niet eens in de coalitie zitten. Ja. En ook daar doet het college niks. Dus daar kunnen ze wel het actie verwachten. Dus je hebt er even wat te doen. Hartstikke goed. Heel veel succes als fractievoorzitter van D66. Dankjewel, Gerrie. Dat betekent dat je nog heel vaak hier in de studio te gast zult zijn. Graag. En volgend jaar met de gemeenteraadsverkiezingen, hoeveel zetels wil je dan? Nou, een stuk of 8 lijkt me een goed begin. 8 vind ik ook een hele mooie. Oké, succes.